Nou, jullie zijn nu in Oosterhout, bij mij in mijn atelier, bij Thomas Ramekes. En ik schilder. Meestal kom ik 's ochtends op mijn atelier en dan moet ik toch een half uur tot een uur kijken wat ik de dag ervoor heb gemaakt. Ga ik door op een ander doek. Het is meestal zo'n 'n oefenperiode, of in ieder geval dat ik even los moet komen. En dat kan ook wel eens heel de dag duren. Ja, ik ben jongs af aan, al toen ik klein was, teken ik al. En ja, daar kan ik me gewoon helemaal in los gaan. Ik kan alles daarin kwijt. Er zijn geen andere dingen, geen andere media die dat wel kunnen. Het is misschien gek dat ik het kies, maar het is vanzelfsprekend denk ik dat ik dit doe. Vooraf heb ik al een idee van dit ga ik schilderen. Vaak kom ik er ook aan uit, dan zie ik het ook en dan heeft het enigszins dat benaderd wat ik wilde doen. Dat wordt te letterlijk vaak. En dan ga ik door. Maar in mijn achterhoofd houd ik zo van, hou wel iets vast voor jezelf. Nu momenteel heb ik wel het idee dat ik wel ideematiger werk. Dus in ieder geval, net als een foto eigenlijk, iets probeer vast te zetten en van me af te zetten.